Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Bas van Vught. Bas is auteur van twee mooie boeken, De Hooggevoelige Ondernemer en zijn tweede boek Zielenmissie, waarover we het in deze podcast vooral gaan hebben. Bas heeft de afgelopen 10 jaar samen met zijn vrouw Mirna een hoop ondernemers begeleid en geadviseerd over het snijvlak van zingeving, bedrijfsgroei en financiële vrijheid. Bas is de afgelopen tijd ook wat meer zijn eigen richting opgegaan en geeft op dit moment ook strategische business readings. En hiervoor gebruikt hij zijn connectie met boven om onder andere processen en winstgevendheid op alle vlakken voor ondernemers te optimaliseren. Hij heeft hiervoor ook net een nieuwe website ontworpen, basvanvught.nl. Ik laat je heel graag kennis maken. Hier is Bas van Vught. Goedemiddag Bas. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je er bent. Bas van Vught. Ja. Ik zou het heel leuk vinden als jij even een beetje in een notendop wil vertellen wie je bent en wat jou drijft in je leven. Oh, misschien is dat een heel grote vraag. Ja. Oké, wat me drijft? Ja, wat me drijft is zingeving, passie. Mensen dicht bij zichzelf brengen, houden. In connectie met zichzelf, met wat ze te doen hebben op de wereld. Mm-hmm. En ik geloof er heel erg in dat als je dat doet, dat de rest veel makkelijker gaat op alle vlakken. Ja. Ja. Dus is dat ook je hart volgen door dat? Of? Nou, dus ook je hart volgen, maar ook je angsten onder ogen zien bij tijd en wijle. Meer jezelf zijn, dat ook meer laten zien. Dat is natuurlijk ook nog een stukje laten zien. Ja. En de vorm ook een beetje loslaten, denk ik. Dus eigenlijk hoe dat je dat mag doen. Oké, dat is heel interessant. Leuk. En jij bent auteur. Je hebt twee hele mooie boeken geschreven. Ja. De Hooggevoelige Ondernemer. Ja. En je hebt dit prachtige boek geschreven. Ja. Zielenmissie met als mooie ondertitel De Weg naar een betekenisvol ondernemend leven. Je hebt samen met je vrouw een heel mooi bedrijf al een aantal jaren. Ja, 11 jaar. Ja. En je gaf net al een beetje aan, we hebben net een kopje koffie gedronken van je gaat een beetje nog een andere pad op de komende tijd. Ja. Ja, we hebben 10, 11 jaar training gegeven samen. Onder de naam De Hooggevoelige Ondernemer. En toen was het allemaal nog heel nieuw. Ik merkte dat ik zelf vastliep, ook in een stukje ondernemerschap. Mm-hmm. Een stukje spiritualiteit, van hoe breng je dat er nou in? En daar was niks toen nog wat mij aansprak, wat mij kon helpen. Want mag ik jou heel even onderbreken? Hoe zie jij een hooggevoelig ondernemer? Nou, dat is iemand die vanuit zijn intuïtie onderneemt. Vanuit zijn gevoel, ook dicht bij zijn gevoel, wil blijven. Iets moois in de wereld ontzetten. Het gaat niet alleen maar over geld. Ja. Want dan heb je natuurlijk ook mensen die dat alleen maar doen vanuit geld. Maar ook. Maar het is wel belangrijk, hè? Het is zeker belangrijk, ja. Ja, dat... Alleen geld is meer het middel dan het doel. En daar zie je wel mensen verstrikt in raken dat het doel het middel is geworden en omgekeerd. Mm-hmm. He, dus het geld heeft alleen maar als doel om een bepaald leven te leiden, bepaalde impact te maken. Dat is het. Mogelijkheden, mm-hmm. zo gezegd. Maar niet het doel op zich. Nee. Ik denk dat het echt een achterhaalde gedachte is. Ja. En toen heb jij een hele periode dan mensen daarmee geholpen in het ondernemerschap. Ja, we gaven trainingen 11 jaar lang. Begonnen thuis met een groepje van 4 mensen waarvan we de 2 kenden. Dat was het begin. Beetje zo'n ruimte net zoals waar we nu ook zitten. En uiteindelijk is dat mogen groeien. En hebben daar bedrijf van gemaakt. Ja. Maar uiteindelijk merkte ik bij mezelf van dit is het voor mij niet meer. En iets wat goed loopt loslaten is een van de meest moeilijke dingen die je kunt doen. Mm-hmm. Maar het is wel nodig op een gegeven moment. Dat ook al, het geeft je bepaalde status. Het geeft je bepaalde financiële input. Geeft je zekerheid misschien. Alhoewel ik dat niet echt zo ervaren heb. Maar mm-hmm. het geeft je allerlei labels. En als je dat kunt loslaten. Omdat je voelt dat er iets anders is wat je mag gaan doen. Mm-hmm. Dan opent zich weer een nieuwe dimensie. En dat is bij mij ook gebeurd.
En in mijn leven heb ik verschillende momenten een afslag kunnen nemen richting de banen. Het werk wat me niet zou geen zingeving zou brengen. En ik heb gelukkig nooit die route genomen. Mm-hmm. Ik ben altijd toch op een of andere manier op het ondernemerschap pad gebleven. Ja, dat vind ik grappig. Ja. Dat zie ik ook in jouw boek. Ze schrijven een heel deel van je levensverhaal. Ja. Je hebt best wel vaak op kruising gestaan. Ja. Maar heb jij altijd de goede afslag genomen? Oh nee, absoluut niet. Nee. Okay. Nee, absoluut niet. Maar dat wel is, vaak. Dat ik denk echt een illusie is om altijd de juiste beslissing te nemen. Maar je hebt wel een beslissing genomen, hè, vaak. Ja, en ik kwam erachter dat voor mijzelf, dat als ik beslissingen neem en ik doe het op basis van gemak, zeg maar. Dus gemak blijven ervaren. Dat zijn de slechte beslissingen. Dus ik heb echt geleerd van de moeilijke weg wordt alsmaar makkelijker. En de makkelijke weg wordt alsmaar moeilijker. Mm-hmm. Als je dat zo bekijkt. Dus ik heb al die moeilijke weg genomen op het begin. En dan is iets ontwikkeld. Mooi. Ja. En waar ga je nu naartoe? Ja, ik geef nu business readings binnen bedrijven. Dus dat zijn afstemmingssessies. Waarbij je met de spirits en de helpers van andere mensen, van de ondernemers, dus af gaat stemmen. En gaat kijken wat speelt er nou precies in die situatie. En heel anders dan de gewone consultancy tussen haakjes, hoe dat dan gedaan wordt. Mm-hmm. Veel op ratio, veel op skills wordt daar gestuurd, niet op de diepte in. Mm-hmm. En ik denk echt oprecht dat als je het kunt voelen als ondernemer, als je echt voelt van dit is mijn pad, dit is wat het is. Mm-hmm. Ja, dan loopt de rest. Dat loopt. Ja, het gaat vanzelf. Ik vind het ook altijd zo fascinerend dat sommige mensen proberen andere ondernemers te stimuleren of te motiveren. Maar dat hebben ondernemers helemaal niet nodig. Die hoef je niet te motiveren. Dat zijn al de strevers van de maatschappij. Dat zijn al de mensen die net een stapje meer zetten. Alleen die stap terug van wat is het dan dat je motiveert? Waar doe je er nou precies nog voor? Wat zit erachter? Wat is nou? Ja, wat kom je doen met je tijd hier op de wereld? Waar we het net al heel even over hadden. Mm-hmm. Dat is volgens mij waar echt het goud ligt van de mensen. En komen ze dat samen met jou een soort van zoeken? Of meer vormgeven? Ja, nou ja, ik zeg altijd, je moet mij bellen als je helemaal vast zit. Als iedereen zich al stuk gebeten heeft, dan, dan kom ik om de hoek kijken. Dus het zijn meestal ondernemers die wel op allerlei manieren toch wel inzicht hebben proberen te verkrijgen in een situatie. Maar misschien net niet helemaal lekker zitten. Ze voelen dat er meer is. Dat ze meer willen zoeken. Meer in de wereld is voor hun. Mm-hmm. Maar ze weten niet precies hoe ze dat moeten doen. Mm-hmm. En dus door weer af te stemmen op jezelf. En ook op de spirituele wereld. Hè, waar eigenlijk de antwoorden zitten. Niet in de ratio. Maar waar de antwoorden op diepere levels zitten. Mm-hmm. Ja, daar. Dan kom je weer in die emotie van wat is het dat ik kom doen op de wereld. Hebben mensen die bij jou komen dan al over het algemeen iets met spiritualiteit? Of hoe zit het als je er nog niks mee hebt, zeg maar? Goeie vraag. Ja, ik trek meestal die mensen niet aan. 90% van de mensen is al wel eens een keer bij Tony Robbins geweest. Of heeft al wel een persoonlijke ontwikkeling wat gedaan. Ik denk wel dat dat handig is, omdat je dan in staat bent om jezelf kwetsbaar op te stellen, maar ook om te beseffen dat dat je er soms zo ontiegelijk naast kunt zitten in je beslissingen en dat je dus open bent van wat als het anders zit, zeg maar. Mm-hmm. En 10% die heeft gewoon echt een probleem, heeft alles ook geprobeerd en die weet niet hoe dat ze het op moeten lossen. En die komen dan bij mij, dus dat kan ook. Ja, en zijn het ZZP'ers, dus ondernemers zelf? Of zijn het ook gewoon bedrijven? Of? Ja, nee, meestal werk ik wel direct met de bedrijfseigenaren. Oh ja. Ja. En dan ook soms met medewerkers? Meestal met medewerkers, Dus ja. In het vorige bedrijf waren het met name ZZP'ers. Dan had ik een enkele MKB-ondernemer. En nu zijn het meer MKB-ondernemers. En heb ik een enkele ZZP'er ertussen. Leuk, ja. En heb jij het idee dat in deze tijd meer bedrijven hiermee bezig gaan? Ik merk dat zelf ook een beetje door de podcast en alles om me heen. Dat het niet meer waar je inderdaad heb je mooie diploma's, heb je heel veel ervaring. Dat is natuurlijk ook nog best interessant. Maar dat er ook gewoon hele andere dingen bij komen kijken. Ja, je hebt natuurlijk de hele ontwikkeling die aan de ene kant vanuit overheidswegen een beetje opgedrongen wordt. Mm-hmm. En aan de andere kant de ondernemers zelf en de mens zelf, zeg maar, die aan het ontwikkelen is. En dat vind ik persoonlijk veel fascinerender, omdat je dan kun je die mensen in hun kracht brengen en ook helpen om te gaan voelen van hoe kan je nou
zeg maar, je voorsprong pakken. Want ik geloof echt in dat ieder mens heeft iets unieks. Ja. Alleen vaak leren we vanaf kind af aan dat dat weggeduwd moet worden. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ergens in die hoofdstuk staat van... ga je talent eens uitpakken of zoiets. Ja, dat vond ik leuk. Heb je dat geschreven? Ja, talent uitpakken. En ik moet dan wel eens denken aan zo'n ui die allemaal van die schillen heeft. En dat we ook als mens steeds meer van die laagjes over ons heen krijgen. Die soms ook de dingen die van oorsprong erin zitten wat meer zoek laten raken. Ja. En dat het mooi is om het gewoon mee te nemen. Ja. En eigenlijk zeg jij als ondernemer, als je vanuit je uniciteit of je eigen talent juist gaat werken, dan wordt het en leuker. En kan je je ook, denk ik, ook onderscheiden van andere ondernemers. Ja, dat is het ook. Alleen wat je ook merkt is dat... Kijk, we zijn natuurlijk allemaal mensen. We zijn allemaal op zoek naar hetzelfde. En denk ik een veilig en gelukkig en zinvol leven. Mm-hmm. Dat is volgens mij wat het is. En of je nou veel of weinig geld hebt, veel of weinig medewerkers, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus wat ik wel merk is van ondernemers, die hebben vaak de schil van, oh, ik ben multimiljonair. Of, oh, ik heb zoveel medewerkers en al die dingen. Maar bij mij is dat er niet. Ik zie dat ook niet. Ik weet je, dat is er voor mij. Dat is gewoon een schil, dat is een label. Nee, en bovendien, daarmee met die label hoeft nog niet een betekenisvol en gelukkig leven te zijn. Juist, van, dat is het. Dat is natuurlijk ook soms de frustratie. Van nu heb ik alles voor elkaar, zogenaamd. Ja. Of ogenschijnlijk. Ja. En dan is 20 jaar voorbij en zijn de kinderen soms groot. En dan, heel mooi. Dus het zit hem in de diepte. Wat maakt nou dat je 's ochtends blij bent, opstaat en je tijd fijn in gaat delen en leuke dingen doet? Ja, en eigenlijk zie je werk dan ook als een verlengstuk daarvan. Mooi. Ja, ja. Ik vind het eigenlijk wel leuk om heel even in jouw verhaal van een tijdje geleden terug te gaan. Want eigenlijk vind ik dat je heel open in... ik heb dan met name jouw laatste boek... Zielemissie. Bekeken, ja. Zielemissie. Misschien nog even goed om te beginnen. Wat versta je onder een zielemissie? Ja, dat is uniek voor iedereen. Dat is het leuke. Dus er is ook geen standaard manier om erachter te komen en om dat aan te pakken. Dat is gesprek, dat is drijfveren, dat is waarvoor voel je dat je hier gekomen bent. Het is wel een gevoel. En dat is ook het uitdagendste eraan. Je kan het niet meten. En dat is dus ook wat je net zei van, dat is wat je, dat gevoel hebt waarvoor je 's ochtends opstaat en waar je enthousiast van wordt. Ja. En wat je eigenlijk het liefst de hele dag meeneemt. Ja, dat. En tegelijkertijd ook beseffende dat dat gevoel dan ook niet altijd hoeft te zijn. Nee. Want soms heb je gewoon ook van die momenten dat je dieper gaat. Mm-hmm. Dat je gewoon ongelukkig bent. En dat, weet je, alleen de maatschappij laat ons zien dat als je het op je 30ste nog niet voor elkaar hebt, dan en als je het op de 40ste nog niet, laat staan je 50ste, nou dan, wat moet er dan nog worden van die jongen? Weet je wel, dat. Ja. Dus ja, ik Het is helemaal onthechten van alles wat we geleerd hebben. En dat heb ik ook gemerkt voor mezelf. Van, mm-hmm. Als je niks doet, denk ik echt dat je, net zoals je ouders wordt, een grote kans. Weet je, dus persoonlijke ontwikkeling stelt je in staat om alles wat je geleerd hebt weer te unlearn, of hoe je het ook wilt noemen. En te gaan kijken van, hoe ben ik nou eigenlijk als persoon? Wat zit er nou bij mij in? Ja, wie ben ik zelf? Ja, wie ben ik zelf in plaats van alles dan wat mag, aangeleerd is. De invloed van je ouders heel goed zijn, maar... Het gaat er ook om wie ben je zelf. En de invloed van ouders is vaak helemaal niet... Ja, soms goed met de goede bedoelingen. Maar ja, wat is goed? Soms is het juist heel sterk als kinderen heel veel meemaken in de jeugd. Mm-hmm. Weet je, door ze later leren om bepaalde dingen makkelijker te overwinnen. En te, mm-hmm. Ja. Dus dat is een beetje de magie van het leven, denk ik ook. Van waar kom je vandaan? Wie heeft je opgevoed, wie niet? Met wie kom je in aanraking? Ja. Als ik jouw verhaal lees, dan zie ik dat je het, dat het ook niet altijd makkelijk is geweest. Nee, ik dat wilde een boek schrijven trouwens. Dat is wel goed om te vermelden wat echt was. Nou, dus, het is wel echt, denk ik. Want ik vind het best wel dat je je kwetsbaar opstelt. En ik zie in het begin dat je schrijft dat je wel gepest bent. Ja. Dat je ook leraren hebt gehad waar het gewoon behoorlijk mee botste. Behoorlijk bonje, Zegt volgens mij nog heel keurig. Ja. Ik zie ook in je verhaal juist terug dat het sommige mensen je juist heel goed hebben geholpen. Ja. Maar ik proef door je verhaal heen ook wel, gewoon wel ook een worsteling waaruit je uiteindelijk ook,
ja, hele mooie inzichten heb gehaald. Ja. Even kijken. Ik had het idee van, ik had hier opgeschreven met vallen en opstaan, heb je je weg gevonden. Ik ervaar het, je verhaal een beetje als een zoektocht. En ja. Op welk moment is het nou het moment, of het zijn waarschijnlijk meerdere momenten geweest, want je zegt net ook, ik heb meerdere afslagen gehad, maar is er een behoorlijk belangrijk moment geweest voor jou in je hele, nou ja, geschiedenis, waarop je ook op dit pad bent gekomen van ziel en missie, andere mensen helpen, helemaal blij met je werk en ja. Je leven? Nou, het grappige is dus dat je, als ik terugkijk op de afgelopen 10 jaar met de trainingen, toen dacht ik altijd dat ik het helemaal had. Weet je, dus dat is dus heel grappig om dan op een gegeven moment te merken van, hè, ik heb toch alles, ik heb toch leuk gezin, ik heb alles bedrijfsmatig, medewerkers, nou ja, whatever. Maar dus, het is denk ik ook nooit statisch. Het is nooit statisch, nee. Maar ik dacht echt wel van, dit is mijn ultieme zielenmissie. Dat dacht ik echt, trainen, mensen helpen op die manier. Maar nu kom ik er dus achter dat die labels, die ui wat je ook zegt, dat kun je dus afpellen. En dat wist ik natuurlijk al wel, maar... Maar volgens mij hou je ook heel erg van jezelf ontwikkelen. Dus en groeien. Dus ja, maar... Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment, ook al heb je het heel goed, het is altijd wel belangrijk om in een soort beweging te blijven. Ik denk het wel, ja. Maar daar moet je jezelf toe uitdagen, want dat doet de maatschappij natuurlijk niet. Dat zit gewoon in jezelf om dat telkens op te zoeken. En ja, voor mij is het eigenlijk altijd vrij simpel geweest. Namelijk, ik was gewoon op zoek om mezelf te begrijpen. Is nog steeds niet gelukt, maar... dus ik denk van ja, wat is het? Je komt hier en je gaat dood. Nou, dat is het enige wat we weten. Maar dan, in de tussentijd. En hoe doen we dat eigenlijk maar met z'n allen? Maar ook de vraag die je net stelde van... Ja. Wie ben ik en wat kom ik hier doen? Dat is natuurlijk best wel een moeilijke vraag. Ja, maar dat is dus ook weer een gevoel. Ja. En dat maakt het dus wel uitdagend, omdat... het gaat uiteindelijk veel over gevoel. Als die labels eraf vallen, dan zit daar een gevoel achter. Als je niet meer de ondernemer bent met zoveel personeel of zoveel omzet. Of, nee, en wanneer, al die labels. Ja, en wanneer was voor jou een moment dat je dat ontdekte? Nou, ik heb dat verschillende momenten in mijn leven ontdekt. En eigenlijk is het altijd wel op een keerpunt of op een kruispunt van mogelijkheden of zo. Telkens is het die maatschappelijke carrière die mij daarheen probeerde te trekken. Mm-hmm. Nu niet meer, maar zeker toen ik begin 20 was. Omdat je eigenlijk braaf een diploma wilde en dat het beeld was? Ja, dat was het beeld. Mm-hmm. Hè? Ik heb commerciële economie gestudeerd. Toen daarna de Universiteit van Tilburg gedaan. Strategic management. Nou ja, dan word je gewoon, dan zit je toch wel een beetje in een bepaalde richting. Mm-hmm. Dus maar je bent ook naar Zwitserland gegaan? Ja, nou ja, ik werd op een gegeven moment dus toen ik daar mijn afstudiescriptie zat. Toen werd dat pad al een beetje duidelijk van zo gaat dat zijn. Weet je wel, altijd naar kantoor rijden in de ochtenden en in de files. En dan 's middags weer terug. En dan in de tussentijd met mensen zijn die dat meestal helemaal niet eens inspirerend vinden om daar te zijn. Weet je wel, ik denk van ik zag dat echt als mijn toekomst. Ik dacht echt, dit is de ultieme horror. Maar had je dat al zo vroeg in de gaten? Ja, ik had het al tijdens mijn stage op het HBO al in de gaten. Dat er allemaal mensen zaten die deden gewoon hun ding. Maar daar hield het ook echt op. Er zat gewoon geen bezieling in. Je kan het ook aan mensen zien, hè. Tenminste, ik denk dat jij dat ook wel kunt zien. Dat je gewoon, je ziet het aan de opslag van mensen, hoe ze kijken. Mm-hmm. Of daar plezier in de ogen is of niet. Of dat ze gewoon door de dag gaan. Ja. En ik zag mensen die gewoon door de dag gingen. De dag uitzitten. Ja, de dag uitzitten. Een beetje, ik weet ook niet precies wat daar nou allemaal gebeurde. Maar een soort van de labels in stand houden. Eigen hokjes in stand houden. Was dat eigenlijk voor jou dan een inzicht van, dat wil ik dus niet? Nou, ik heb daar wel heel hard gezien dat ik dat niet wilde. Nee, dat was duidelijk. Maar goed, wat dan wel, hè? En dat is, dan zie je maar weer dat de maatschappij voor 80% van de mensen ingericht is. En dat er een bepaalde... patronen in zitten, hoe dat het leven hoort te gaan volgens die patronen. Dus je studeert of je volgt een school en je gaat dan ga je in je werk en dan doe je je ding. Maar ik heb altijd wel gevoeld van dat is hem voor mij niet. Dat klopte niet. Maar wat dan wel? Ja, ik wil net zeggen, dat is dan ook het volgende. Want soms is het ook goed om juist te kijken wat niet, als je de keuzes niet meteen weet. Maar dan is het de volgende vraag van wat dan wel. Ja, maar dat is een hele fascinerende. Want kijk, ik kan het nu natuurlijk, als we zo praten, achteraf kan je allemaal wel zien van het komt altijd goed. Ja. Alleen als je daarin zit en je zit in zo'n studie en je moet dan, ik voelde gewoon echt letterlijk druk op mijn borst. En gewoon,
Weet je wel, maar dat is voor andere mensen en jeugd ook belangrijk. Ja, ik moet iets doen. Ja. Maar wat, oh shit. En ik voel mm-hmm. het gewoon helemaal naar mijn hoofd stijgen. Van nou, wat gaat hier nou op me afkomen? En dan is het natuurlijk heel moeilijk om een keuze te nemen. Om te zeggen van nou, dat doe ik niet. Maar wat dan wel? Ja, maar, geen idee. Echt geen idee. Jij schrijft ook, en dat is ook gewoon zo. De keuze die je neemt bepaalt wel hoe je leven eruit ziet. Ja, ik zeg ja. Het even mijn eigen woorden. Ja. Dus ook door iets niet te doen, heeft best wel veel impact. Nou, ik denk dat heel veel mensen heel veel dingen niet zouden hoeven te doen. Mm-hmm. En tijdens het seminars vroegen mensen altijd van, ja Bas, wat moet ik nou doen? Ik zeg, nou, laten we eerst kijken naar die dingen die niet werken in je leven. En daar eens over discussiëren en eens kijken van, nou, wat zit daarin? Mm-hmm. En daar zit dan vaak wel iets in wat het patroon van iemand aangeeft. Het is niet alsmaar iets nieuws erbij, maar ook soms is het gewoon het stoppen van iets wat niet werkt. Ja, wat niet meer werkt. Fijn is, ja. Dus ik weet nog dat ik toen op zoek ging en ik kwam bij de Benedictijnen uit in Zwitserland. Ja, bij het klooster. Ja, bij het klooster, ja. En ik had een dagwandeling gemaakt en aan het einde van die dag klopte ik eens op die poort daar. En ik denk van nou, ik ga eens kijken wat hier is. En daar hebben ze dat daar nu je nog aan, steeds. Zeg maar, ja, dat trok me aan. Ja, het trok me aan en midden in de bergen. En, want even voor de luisteraar, ja. Jij bent toen gaan studeren in. Ik heb toen in Zwitserland gestudeerd. Ja. En toen ik deed daar gewoon dag uitstapjes. En ik kwam daar mm-hmm. een heel bijzonder klooster tegen, een bijzondere plek. En ik denk, ja, ik ga daar aankloppen. Kijken wat er gebeurt. Maar ik was helemaal verbrand. En ik was echt helemaal rood. Op zo'n zonnebrilletje na. Dus ik klop op die poort. En die Benedictijn die doet open. En die kijkt zo eens naar mij. En die schiet echt keihard in de lach. Die zegt van, wat heb jij gedaan? En nog steeds, ik kom daar nog regelmatig. Word je mee geplaagd? Nog steeds is het van, de eerste keer dat Bas hier was. Was hij helemaal verbrand. En dus zo. Mm-hmm. En toen ben ik daar uiteindelijk een week of twee weken. Ik weet niet precies meer ben ik daar geweest. Met het idee van, nou, misschien zou dit wel eens wat kunnen zijn voor mij. Gewoon daar zijn, lekker achter die muren. Een beetje 5 keer per dag bidden. Maar je had daar nog helemaal niks. Het was helemaal nieuw. Het was helemaal nieuw, maar die energie, die vibe en die frequentie en de spiritualiteit en de plek trok me aan. Mm-hmm. En ik was daar denk ik een dag of 10 en toen heb ik een gesprekje gehad daar. En die zeiden van, nou Bas, leuk dat jij dat wil, maar dat gaat hem echt niet worden. Je had echt gevraagd. Van... Ja, ik zeg van nou, hoe gaat dat hier in zijn werk? Stel dat ik hier nou zou willen blijven of zo. Dat, ja. En ik had ook geen verantwoordelijkheden wat dat betreft. Geen kinderen, geen partner. Dus ik kon blijven. Ik kon doen wat ik wilde. Mm-hmm. Maar ze zeiden van, Bas, geen goede optie voor jou. Jij bent daar 1, veel te vrij gevochten voor. Om hier elke dag volgens onze regels te leven. En 2, jij hoort niet achter de muren. Maar je hoort in het midden van de maatschappij. Mm-hmm. En toen is een soort van uitwisseling begonnen dat ik daar regelmatig kom. De 2 boeken zijn daar overigens ook geschreven. En, omdat je het een hele fijne, inspirerende omgeving vindt. Inspirerende plek, telefoon uit, alleen een simpel kamertje. Geen poespasjes, alleen een bed, schrijfbureautje. Ja. Wat hebben zij jou geleerd, die monniken? Nou, sowieso, dat is iets wat mensen niet vaak weten. Maar de Benedictijnen kunnen goed met geld omgaan. Dat is iets wat ik daar ook geleerd heb. Die kunnen goed met geld omgaan. Ja, ja dat was bizar. Maar dat hebben ze jou geleerd? Ik heb het gezien daar. Ik heb het gezien hoe het daar ging. Dat spiritualiteit en geld heel goed met elkaar kunnen gaan. En, geld is ook energie. Geld is energie, maar ze konden daar zo goed gebruiken. Weer renteloze lening van die bank en van die instantie. Bouwden ze weer iets nieuws van, werd het weer omgezet naar een gift. Nou, ik weet niet hoe ze het allemaal deden, maar ze maakten in ieder geval wel een begroting elk jaar weer compleet met allerlei giften eromheen en zo. Dus super interessant. Mm-hmm. Maar ik was dat natuurlijk voor de spiritualiteit. Mm-hmm. En ik weet nog goed dat ik daar een keertje door de abt werd ik op zijn kamertje geroepen. En die zei van, Bas, hoe zit dat eigenlijk met jou? Je bent hier, maar... Wat gebeurt er nou eigenlijk? En toen vroeg hij me op een gegeven moment... Bas, zie jij engelen? En toen dacht ik van... Nou, gewoon een beetje een interessante vraag. Weet je wel? Van, ik heb nooit met hem echt gepraat. En dat is een gemeenschap van 70 mensen of zo, denk ik. Dus best wel gewoon groot. Zie je toen engelen? En ik zei, ja, dat is zo, ja. En toen hadden we daar een heel gesprek over. Kan ik niet op ingaan natuurlijk. Maar en bijzonder, omdat... die spiritualiteit, die verdieping, het in dienst
stellen van iets groters. Want daar gaat het dan in de kern over. Hè? Je geeft je vrijheid op om in dienst te staan van. Dat heeft me altijd heel erg aangesproken. In dienst staan van de mensen, van de transitie. Van in feite heb je dat daar dan ook een soort van ontdekt. Of ja. Ja, zo zou je het kunnen zien, ja. Want eigenlijk dacht je van, het is wel prettig hier. Maar zij zeiden, nou Bas, lijkt me geen goed idee. Ga maar nou buiten, ja, dat waren de zachte woorden ervan. Ja, ja, ja. Maar dat, ja. Nee, maar goed. Ja. Maar je hebt dat dan wel meegenomen naar buiten. Uiteindelijk wel, ja. In je werk. Ja. Mooi. Van, hoe vond je het dan in stilte en zo? Want en in het ritme van, nou, je zegt net 5 keer per dag een gebed of een meditatie, ja. Ik weet niet. Heerlijk, ja. Ja. Alleen de stilte spreekt. Ja. En heb je daar ook veel gehoord? Ja, hoe zeg je dat? Ontvangen. Ja. Nou ja, onder andere die 2 boeken dus. Ja, ja, want ik ging dan gewoon lekker zitten schrijven. En dan word je automatisch even uit je ritme. Hey, je hoort de bel gaan en gaat dan weer even eruit. Mm-hmm. Gaat lekker even zitten, weer in mediteren. Dus je kan ook niet te veel hooi op je vork nemen. Dat kan niet, want je wordt onderbroken om iets anders te gaan doen. En dat is wel het mooie van de vibe die daar is. Dat je werkt, ora et labora natuurlijk. Maar je werkt, maar je bent ook aan het inkeren. Mm-hmm. Dus dat is een hele mooie combinatie als je daarover nadenkt. Dat hebben wij in het Westen hebben dat niet meer zo. We werken maar door, vaak. Zonder dat we die momenten pakken tussendoor eventjes van... Hey, om 11 uur zou ik even 10 minuten even stil moeten zijn. Mm-hmm. Eventjes zitten. Wat er ook gebeurt, hè. Alle gesprekken worden gestopt, alles. Ja. Ja. En ga je af en toe nog terug? Ik ben nu al 2 jaar niet meer geweest, maar dat heeft sowieso een andere reden. Mm-hmm. Ja. Maar ik zit erover na te denken om wel weer te gaan. Alhoewel, ik weet nog niet helemaal of het al afgesloten is, dat stuk of niet. Dus ergens voel ik dat het afgesloten is, maar ook dat het nog trekt. Want ik ben in totaal, denk ik wel, 1.5 jaar daar geweest of zo. Oh zo. Ja. Nou, ja. Dus ja, elk jaar 2 of 3 keer. Mooi. Dus dan, ja, mooi. Van, ja. Ik was nog benieuwd van, je hebt op een gegeven moment ook lang bij je ouders gewerkt in de winkel. Ja, ja, inderdaad. Ja. En, ken je hem trouwens of niet? Ik denk, ik weet niet zeker, want het was een winkel in Oosterhout. Ik woon in Oosterhout. Ik woon ook best al lang hier. Ik denk dat het een winkel was, smal in de buurt van de Albert Heijn. Ja, ja, dan, klopt, ja. Dan weet ik de winkel. Ja, dan ben ik er ook geweest. Want, want de winkel is al lang weg. Ja. Of, ja. Ja. Dus ik vroeg me even af of die winkel dat was. Is hem, ja, leuk. Ja. Dat was dus wat was het voor winkel? Even een spirituele, ja, we noemen het dan een spirituele gift shop, zeg maar. Ja. Ja. En ik had een beetje het idee toen ik dat las, dat in de tijd ging je daar ook werken om geld te verdienen. Ja. Want je was student. En, ja. Maar je had volgens mij heel erg naar je zin daar. Ik vond het leuk, maar ook weer niet. Oh. Want, nou ja, kijk, ze wilden natuurlijk dat ik daarmee door zou gaan. Dat snap ik wel. Hè? Ja. Dat is... van ouders, die wilden het dan doorgeven. Maar dat was, ja, was niet mijn pad. Dat was niet mijn pad om in een winkel te staan. Ik heb heel veel respect voor het MKB. Dat is, ja, ik ben erop gegroeid. Mijn ouders hadden 2 winkels. Mijn vader een eigen bedrijf. Het zijn allemaal kleine ondernemers. En dan weet je dat... dat is toch wel de ruggengraat. Als je er echt in opgegroeid bent, dan weet je hoe het geld gaat. Ja, ja. Maar ik had meer het idee dat jij daar wel een soort sprankeling... Jawel, want er kwam wel mensen die tegen mensen, die allemaal, allemaal bezig waren met hetzelfde. De zin van het leven. Dus, ja. En ze namen natuurlijk boeken mee, van alles nog wat. Is dat daar ook ontstaan? Of was je daar sowieso al mee bezig? En ik was er wel mee bezig, maar daar had ik natuurlijk de toegang tot onbeperkte hoeveelheid boeken. Dus ik kon ook gewoon lekker dingen meenemen en studeren. Dus dat is wel fijn. Van, ja. Ja. Nou ben je heel erg aan de gang gegaan met de zielmissie. Ja. Wat is jouw eigen missie? Ja, want je zegt eigenlijk hij is nu aan het veranderen. Maar wat is dat een hele tijd geweest in je werk? Nou, dat is wel het trainen van ondernemers geweest, toch wel. Ja. Ja. En dan met een betekenisvol... Met een betekenisvol leven, ja. Ja. En wat ik ook nog ergens zag was van... Jij zei van de zielmissie is ook... belangrijk daar onderdeel van dat je ook anderen dient. Ik denk dat de kern is. Ja. Ja. Dat je dat niet... want bij zielenmissie kan je ook denken van... dat is iets voor mezelf en dat maakt mezelf blij. Maar bedoel je daarmee... het is juist fijn als je iets ontdekt wat je met anderen kan delen. Geeft dat meer betekenis aan je leven? Of dat. Maar ik denk zelfs nog als je het een stap verder bekijkt... en je kijkt naar de grote leiders zeg maar uit het verleden... dan zie je dat ze al 1 ding samen hebben. En dat is een onbaatzuchtigheid om de mens te dienen. Mm-hmm.
Dus dat is groter dan het leven van jezelf. En dat voel ik ook heel sterk. Ja. Dat ik met iets bezig ben wat groter is dan mezelf. Alhoewel ik dat ook weer niet kan zeggen. Omdat nee. dat iets is wat de mensen kunnen bepalen. Ja, en eigenlijk was dat ook het gevoel wat je had in dat klooster. Ja. Op een andere manier. Ja. Maar, Want de mensen komen daar dan binnen. Die hebben dan vragen. En worden bijgestaan. Allemaal voor niks natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Af en toe een kleine donatie. Dat is het. En mm-hmm. ja, heel bijzonder hoe dat dan gaat. Ja. Wat ik daar ook nog wel een interessante van vind, is van jij zegt ook, ja, het is niet alleen je zielemissie. Hè? Het heeft natuurlijk ook een financieel aspect. Ja. Ook in het ondernemen kan je niet. Je kan niet allemaal alleen maar leuke dingen. Of je zegt, nou, ik ben helemaal gek van schilderen en ik ga schilderen. Laat het geld maar zitten. En hoe zie jij, hoe kijk je tegen die financiële component aan in het, nou ja, als je een breed pakt in het ondernemen, maar met name als je ook met die passie van je zielemissie aan de gang gaat? Nou, ik denk dus dat het systeem gemaakt is om mensen afhankelijk te houden. Dus dat ze niet hun eigen vrijheid kunnen gaan hebben. Ze kunnen wel vrij zijn, hè, een aantal weken, misschien een paar maanden. Maar dan is voor de meeste mensen het geld op. En als je daarover nadenkt, dat is geen goede uitgangssituatie voor het leven van een vrij en betekenisvol leven. Omdat je dan toch weer vaak door angst weer teruggetrokken wordt om het systeem te volgen. En dan dus een van onze componenten is ook altijd om mensen te helpen om ook een stukje financiële vrijheid aan te kunnen trekken. Dus ik ben wel nuchter daarin. Ja. Dat ook, hè, wij hebben ook wat vastgoeddingen en zo. En als je kijkt van waar dienen de bedrijven eigenlijk voor, als je puur en alleen financieel bekijkt, is dat natuurlijk het kopen van de aandelen of het vastgoed wat een passief inkomen oplevert, zodat je daarvan kunt leven. Dat is het doel. Vond ik eigenlijk wel. Dat vind ik ook wel goed van je boek, en sowieso van jullie visie van een passie, maar je helpt mensen ook nog met het verdienmodel. Nee, maar dat is hartstikke belangrijk. Ja, want anders dan. Dan kan het ook een soort frustratie worden, hè? Want ik bedoel, als je niet kan eten of je kan niks. Ja. Ja, klopt. Ik heb een hele belangrijke les over gehad toen ik dus ook in de winkel werkte. Begon ik met consulten. Weet je wat ik nu doe, maar dan toen stond nog in de kinderschoenen. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik een gezin hielp wat het niet kon betalen. Ik dacht, ja, oké, dat doe je gewoon, weet je wel. Maar ik was zelf ook student, dus ja, je hebt ook niet veel, weet je. 50 euro is natuurlijk veel geld als je student bent. En dan zeker in die tijd, nu is het een stukje minder. Maar in die tijd kon je met 50 euro echt nog wel wat kopen. Mm-hmm. En dus ik weet nog dat ik die sessie had met het gezin. Ze hadden 3 kinderen. En op een gegeven moment aan het einde van de sessie zullen we voor de volgende keer een afspraak maken? En over 3 weken. Ja, over 3 weken. Oké. Okay. Ja, maar toen stoten ze elkaar zo aan zeg jij het dan? Ja, dan zijn we naar Turkije op vakantie. En ik denk echt van, hey, wat gebeurt hier? Dit. weet je wel, Bas is hier voor niks aan het werken. En ik wilde die mensen echt helpen ook. Mm-hmm. Maar dus. En ik merkte ook dat ze steeds minder ermee gingen doen met waar ik hun mee hielp. En toen is het inzicht gekomen dat als mensen niet betalen, is er vaak ook geen aandacht. If they don't pay, they don't pay attention. En dat is wel een hele mooie, dat als je dat gaat kijken, ook in de producten, ook wat veel ondernemers doen, is natuurlijk, je hebt een stukje aandacht nodig van je klant. Mm-hmm. En hoe komt dat tot stand? Ja, door de 3D-transactie die we met elkaar afgesproken hebben, dat is nu geld. Ja. Het kan niet zo anders gaan zijn, maar dat is de transactie. Je betaalt en je krijgt daar iets voor terug. Dat is de uitwisseling. Mm-hmm. En dan is het in balans. Dus daar heb ik die les geleerd. If they don't pay attention. Ja. En dat is ook echt zo. Ja. En als je er zijn natuurlijk, jullie helpen mensen met het hele plaatje. Ja. Maar heb je 1 tip die gewoon belangrijk is voor de financiën, voor zo'n ondernemer? Nou ja, sowieso gewoon rustig met de uitgaven doen. Ja. Dat klinkt zo basic, maar dat is gewoon wel erg belangrijk. Ja, ja, dat heb ik ook gezien. Mensen die net starten en dan alles nieuw, kantoor, serviezen. Ja, nieuwe bus, nieuw dit en dat. Ja, terwijl als je dat gewoon rustig houdt, dat geeft je ook minder druk. Dat je ook nog de tijd kan hebben om rustig aan op te bouwen. Ik weet nog heel goed, toen wij onze eerste onze eerste vastgoeddeal deden, kregen we het, bij 7 banken hadden het ingediend, maar bij geen 1 kregen we het rond. Mm-hmm. Dat is, als je start, wil niemand je geld geven. Als je verder bent, dan wordt het een stukje makkelijker. Mm-hmm. En ik weet nu dat iemand voor ons in de bres sprong. En dit is een verhaal wat ik ook altijd verteld heb tegen in de seminars. Iemand die we niet kennen was bereid ons 150.000 euro te lenen. En toen ik vroeg hem dat naar de rand nog eens een keer, zo'n aantal jaren verder, van waarom heb je dat nou gedaan? Hij zei, nou, dat kon ik zien aan jullie levensstijl.
En ik dacht daar al eens over na van, hey, dat is een hele interessante. Weet je wel, ik rij een auto met, nou, ik denk dat die 368.000 kilometer op de teller heeft staan inmiddels. Hoop dat je straks thuis komt, ja. Ik heb een keer in Brussel tegen een paaltje geparkeerd recentelijk. En, nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Van, het had een motorstoringslampje, het is een Toyota. Ja. Dus, ja, weet je, ik heb ook altijd zoiets van, de vrijheid is belangrijk, is het allerbelangrijkste. Ja, en jullie hebben ook... Wat je wilt. Ja, dat vond ik ook wel een hele stoere. Want jij hebt, ja, je bent heel erg geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Hè? Ja. En je helpt mensen daar zelf ook mee. Je hebt van alles gedaan. Ja. Je hebt in je boek maak je geverslessen. Hè? Je zegt, ja. Leuk. Je hebt heel veel geverslessen. Wat versta je onder een geversles? Nou, dat komt voort uit het idee dat, we noemen het ondernemen. Alleen ik vind dat een raar woord, want dat impliceert dat je iets neemt. Dus ik heb altijd het idee van, het is niet ondernemen, maar het is bovengeven. Ja, nee, bovengeven. Je bent geen ondernemer, maar een bovengever. Ja. En dus ik wilde geen wijsneuzerige lessen erin doen in het boek. Nee. Maar je wilde wel een boodschap meegeven. Ja. Dat je het ook, je kunt het boek ook pakken. Je kan ook alleen maar die lessen lezen. Ja, of die geverslessen lezen. Ja. Dan heb je een soort kaartendek, maar dan in een boek. Ja, leuk. Leuk woord. Geversles, ja. Ja. En toen, nou, een van die geverslessen, want dat gaat even terug naar financiën. Ja. Je geeft aan, leraren zijn gewoon heel belangrijk. Hè? Dat denk ik zelf ook. En de voorbeelden zijn belangrijk. Je kan, het is gewoon heel handig om een goede leraar goed te bestuderen en te kijken wat hij doet en zelf daar ook de skills van onder de knie te krijgen of dingetjes ervan te leren. Maar ik vond het best wel gaaf en ook wel ook wel spannend. Jullie hebben op een gegeven moment in je business een punt gehad waarvan jullie zeiden, ja, nu moeten we toch gas gaan geven of we moeten een hele grote beslissing nemen. En toen heb je Roy Martina gevraagd om jullie coach te worden. Ja. En volgens mij heeft dat best wel veel geld gekost. Maar ik vond het gewoon wel een hele... Thuis kan ik niet bekendmaken. Dat is ook niet... Maar kijk, dat is natuurlijk ook een bijzondere man. En die heeft ook maar beperkte tijd. Ja. Maar ik vind het feit dat jullie, als het over financiën hebben, best wel bijzonder dat je het aandurfde om gewoon die stap te nemen. Kan je zeggen, ik ben me heel erg benieuwd... Hoe je dan tegen die leraren aankijkt en waarom hij. En dat je toch hebt gezegd van, nou, een heel deel van ons inkomen op dit moment, hè, gaan we gewoon gebruiken om hulp in te schakelen om nog meer te groeien. Ja. Want je kan ook zeggen, dat doe ik maar niet. Ik hou het bij me. Want het is te spannend of te risicovol. Mooi is dat, hè? Ja, want dat zou... Dat heeft iets, namelijk hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit krijgt. Kijk, dus, ja, maar het is voor mensen wel heel spannend. Kijk, het is maar voor ons ook heel spannend. Ja. Daarom vind ik het wel leuk om te horen waarom je het hebt gedaan. Nou kijk, dus van wat wij in onze persoonlijke ontwikkeling gestopt hebben, daar kun je een huis van kopen. Dat is, nee, maar serieus. Mm-hmm. En niet om daarover op te scheppen, totaal niet. Alleen als je dus iets in de financiën wilt, in het schoolsysteem wordt dat niet aangeleerd. En dat is gewoon zo. Dat moet je gewoon bekennen. Van, in het schoolsysteem leer je eigenlijk helemaal niks over beheren van geld, het voor je laten werken. En ook van passief geld, inkomen passief genereren. Passief inkomen, ze kennen dat niet eens. Nee. En waarom? Nou, omdat de meeste mensen die je daar jou iets leren over economie, die hebben gewoon een baan. En dat is niet goed of slecht, maar dat is een andere vorm. Dat is werkinkomen, dat is geen passief inkomen. Mm-hmm. Overigens, geheel passief inkomen. Ja, de vraag is of dat bestaat. Je moet er altijd wel iets voor doen, maar goed, dat is je kan ook een mix zoeken. Ja. Kan ook een mix zoeken. Mm-hmm. Dus... Wij hadden dat wel door van als wij iets willen, dan moeten we gewoon gaan werken met de mensen die het beste zijn in hun vak. Hè, voor het vastgoed weet ik nog heel goed dat we een training gevolgd hebben in Amerika voor Robert Kiyosaki. Oh, en, wil je nog even dat, want dat boekje. Ja, Rich Dad Poor Dad. Ja, dat vond ik zelf ook. Ik heb nog een podcast opgenomen met Richard Kaart, ging ook over financiën. En hij had het ook over dat boek. En ik vond het een heel fijn boek om dit soort inzichten te krijgen. Van hoe doe je dat met ook met kleine inkomens? Hè? Je hoeft niet bakken met geld. Ik nog helemaal niet. Nee. Alle kleintjes samen die kunnen een passief inkomen. Ben je bij hem geweest? Nee, want uiteindelijk werd het een online training. Oké. Okay. Dus en dat heeft er dan toe geleid dat we ons eerste appartement konden kopen.
En ik weet nog dat ik had die sales representative aan de lijn daar. En die zei, ja, het zijn dan 10, we hadden net een kleintje gekregen. Het zijn 10 weken op de dinsdag van 2 uur in de nacht tot 3 uur. Want het was natuurlijk andere American time. Ja. En ik zeg, jeetje, hoe gaan we dat nou weer doen? We hebben nog eentje die we de fles moesten geven. En alles gewoon echt, ja, het paste echt totaal niet. En 2 weken na de rand, dat die cursus zou beginnen, zouden we ook nog een week in Zeeland zijn. Met een huisje op het strand. Dus we hadden ook geen toegang. En ik weet nog dat we uiteindelijk, toen wel ja gezet. Toen zaten we dus bij die camping in de bezemkast. Waar dat was de enige plek waar internet was. Zaten we dus die training te volgen midden in de nacht. Ja, ja. Weet je, dus waarmee ik maar wil zeggen van, als je echt iets wilt, moet je er ook echt iets voor doen. Maar je moet je dus ook, want je zegt, het komt echt niet allemaal aan. Voor jullie was toen vastgoed nieuw. En het financiële. Ik ben er niet mee opgevoed. Nee, dus je bent gaan zoeken van wie is een goede leraar. En je bent daarin gaan investeren. Ja. Ja. En dat geldt dus eigenlijk. Nou ja, dat is gewoon een goede les. Precies. En hoe financier je ook? Want de meeste mensen die hebben gewoon niet in 1 keer 2 of 3 ton liggen. Maar je kunt soms wel met overwaarde van je huis of zo. Of op een andere manier kun je toch. En ik ben heel, heel erg positief verrast geweest toen toch ook in die wereld. Want daar kwam ik dan. Ik probeerde erin te komen, maar ik had er totaal geen contacten. En toen was dus die man die ons hielp. Wat mij echt, ja, het heeft me zo positief verrast toen de tijd. Weet je wel, dat iemand dat gewoon zei van, nou, ja, ik wil jullie dat wel lenen. En in mijn hoofd, dat kon gewoon niet. Dat in mijn hoofd was het niet mogelijk dat iemand een bedrag zou kunnen. Mm-hmm. Weet je, omdat ik nog in die kleine mindset was van werken en zo het geld verdienen. Mm-hmm. En ja, als het dan een aantal keer goed gaat, dan op een gegeven moment heb je contact met iemand. En dan, ja, dan kun je dat meerdere keren gaan doen. Ja, en voor de. Vertrouwen, dat is waar het om gaat. Ja, en dan, dus die leraar heb je voor vastgoed. En dan had je. Roy was dan voor de business. En hij introduceerde ons weer bij een aantal andere mensen die weer marketing deden. Waar we mee zijn samen gaan werken. En zo is dat balletje dan gaan rollen. Ja. Ja. En eigenlijk, wat interessant is voor andere mensen, je hebt best wel geïnvesteerd. Ja. Maar het is er ook. Het komt dus ook terug. Komt weer terug. Ja. 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 Je bent zelf verrijkt, maar daarmee heb je ook je business dus kunnen uitbouwen. En, ja. en ook vastgoed kunnen kopen. En op die manier. En dus, ja, wel leuk. Ja, en ik denk dat het ook allemaal met elkaar samen kan gaan. Vaak denken, ik kom ook natuurlijk mensen tegen die alleen maar in het ondernemen zitten. Maar ook mensen die alleen maar aan de spirituele kant zitten. Omdat ik ook natuurlijk, ik volg trainingen ook zelf nu nog in alle spectra van het geheel. Mm-hmm. Weet je, bijvoorbeeld komende zondag staat er een zweethuttopprogramma. Nou ja, dat wordt iets heel anders weer dan ondernemen. Ben ik een keer uitgelopen, maar. Nee, maar kijk, weet je, dus waarmee ik eigenlijk maar wil zeggen van, je ziet dat ik de business, ik doe de business readings, maar. Er zitten heel veel andere aspecten achter waar ik me mee bezig hou, waar ik in geïnteresseerd ben. En wat ik ook weer kan doorgeven naar andere mensen. Ja, maar ik denk dat het ook heel leuk is als je hele verschillende leraren hebt. Dan je hoeft niet alles te doen. En je pakt van alles, pak je gewoon iets wat jou aanstaat. Of en op spiritueel vlak was het dus iemand bij de Benedictijnen die me een goede 10 jaar zeg maar ondersteund heeft en verder geholpen heeft. Ja. Maar eigenlijk zijn goede leraren ook wel heel fijn om ze op te zoeken. En, soms kom je ze tegen, maar die kunnen je wel heel erg vooruit helpen. Ik heb gemerkt dat als je de weg loopt, dan kom je ze dus tegen. En dat is wel iets fascinerend. Kijk, maar ik bedoel ook alleen als je de weg echt gaat. Niet als je erover nadenkt om de weg te lopen. Ja. Maar echt als je de weg gaat. Als je al die 7 banken gehad hebt, dan komt er iemand om de hoek. Maar het is niet, oh, je gaat nou eerst eens kijken en dan. Nee. En als je dan niks hebt, dan doe je het gewoon niet. Nee, je gaat het hoe dan ook fixen. Maar dat vertrouwen moet je wel jezelf eigen maken. Want nou, ik kan me voorstellen dat je ook kan afhaken na bank 5. Nou, sterker nog, ik was al afgehaakt toen ik. Ik had een beetje geschil met de makelaar toen, omdat die wou het bot niet doorgeven. Nou, bla bla bla. En ik was zelf naar die mensen toegereden. Mm-hmm. Dus dat werd niet echt gewaardeerd, omdat ik om de makelaars heen gegaan was. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hadden ze wel ja gezegd en was het deal rond. Maar ik was zo in paniek toen ik terugreed, omdat ik wist dat ik een schuld op me moest gaan nemen. En ik dacht van, hey, shit, we net te klein. En hoe ga ik dit in hemelsnaam betalen? Dus ik weet nog dat ik de auto aan de kant gezet heb. En dat was in de lente.
allemaal van die langs de weg. Mm-hmm. En allemaal van die, ja, je hebt dan van die gele bloemen, van die koolzaadachtige bloemen. En die waren aan het wuiven, zo in de wind. Ik weet het moment nog heel goed. Mm-hmm. Toen heb ik Mena gebeld, hè, mijn partner. En toen, ik zeg, ja, ik weet niet of we moeten doen. Ik weet echt niet of we moeten doen. En toen zei ze, ja, Bas, ik moest echt keihard lachen. Ze zegt, ja, jij leert mensen toch altijd om uit die analysis paralysis te blijven. Dat overrationaliseren. En nou zit je er gewoon zelf middenin. Dus ik was naar huis gereden en toen hebben we het uiteindelijk gedaan. En, ja, fijn dat ze dan even dus, een wake-up call had gedaan. Ja. Nee, maar dat is als je de omgeving, dat maakt je gewoon. En dat is een dooddoener in spirituele ontwikkeling, maar het is wel zo. Ja, weet dus, je wel? Het is wel heel fijn als je mensen hebt om je heen die je ook stimuleren. Ja, maar ook die niet die andere, of die dezelfde normen en waarden hebben. En die ook dezelfde manier kijken naar hoe het leven is. Mm-hmm. Ja, is mooi. Maar er is ook echt overvloed. Ja. In een bepaalde wereld. Maar in een bepaalde wereld is er ook echt tekort. Maar het ligt eraan welke je begeeft ook. Ja, en ik denk dat het ook, wat jij ook wel uitspreekt, dat blijkt ook uit jouw verhaal. Het zeker weten dat je op het goede pad zit. Dus vanuit die zielenmissie die je loopt. Ja, dat weet je dus nooit zeker. Maar je hebt bij benadering een soort van zekerheid. Als je gevoel klopt en je hebt vertrouwen, dan het kan lang duren. Maar uiteindelijk komt het wel vaak goed. Dat is het. Maar er zijn zoveel mensen die dan ook weer van die weg proberen af te praten als je in de verkeerde omgeving zit. Ja, dat moeten we niet onderschatten. Ik denk dat het ook wel lastig is. Want als jij bedenkt van, nog even terugkomen op schilderen. Van als dat echt helemaal je passie is. Kijk, dan is het ook de bedoeling dat je daar een verdienmodel van maakt. Maar stel dat jij in een goede baan zit. Is dat heel lastig om een keuze te gaan maken om die passie te gaan volgen? Dat is best wel spannend. Ja. Ja. Dan moet je toch ook wel vertrouwen hebben erin. Ik denk dan ook maar ik ben niet voor het ondernemerschap of tegen. Of voor het medewerkers of zo. Laat me dat even gezegd hebben. Maar het is de vraag, waar ben je toe in staat als mens? Als je dat echt gaat onderzoeken. Ja, dan wordt het fascinerend. Mm-hmm. Is het een onderneming? Oké, is het een loondienst? Is het loondienst? Maar je kunt dat gaan onderzoeken van waar ligt nou je toegevoegde waarde. En ik denk dus, als je eruit springt, als je had het net voor de opnames heel even over, als je kijkt naar wat je als persoon weggeduwd hebt in je kindertijd, van karaktereigenschappen, of ik deed dat altijd, dat van die business readings, dat stuk, dat afstemmen en dat contact met overledenen en al die dingen, ik duwde dat zo hard mogelijk weg. Maar tot ik besefte van, en dat was ook samenwerken met Roy, maar van tot ik besefte van, hey, maar stel je nou eens voor dat dat mijn echte kracht is. Ja, en waarom duwde je het weg? Nou, omdat ik er gewoon in wilde passen. En ik denk dat je dacht dat andere mensen daar iets van vonden? Of? Ja, natuurlijk. Ja. Je probeert gewoon je aan te passen om te overleven. En je bent gewoon een nuchtere Brabander. En je kijkt dus om je heen wat alle mensen doen. Nou ja, mm-hmm. race, rondkomen, rekeningen betalen, dat is het. Nou, je denkt dat is je leven. En, maar dat is gewoon zo. Ik kom uit de MKB, maar het is niet dat ik nou wel in die zin heel mega welgesteld opgevoed ben. Nee. Of opgegroeid ben. Nee hoor. Nee, maar eigenlijk is daarmee zeg je ook wel mooi van toen je dat wel durfde te omarmen. Van, ik weet nog dat ik bij Tony Robbins zat in Florida. En daar ging het in één keer over een training van 100.000 euro. Het platinum chip. En ik denk, nou ja, we hebben net 10.000 hierin geïnvesteerd. Ik vond het een forse stap. En dan zat ik tussen de mensen die daar net een formuliertje achterloos een handtekening zetten onder een formuliertje van een ton. En ik denk, ja, maar dit is een totaal andere wereld als waar ik vandaan kom. Weet je, dus er zijn echt verschillende groepen, verschillende netwerken. Mm-hmm. Ja, en verschillende. Ik begeef me in allebei, maar. Je kan zo groot dromen en denken als je wil. Ja, en het gaat niet dat, nou, hè, dat de luisteraars nu denken van, of de kijkers nu denken van, het gaat allemaal over geld. Helemaal niet zelfs. Maar het gaat wel over vertrouwen en over het leven leiden wat je wilt. Ik denk altijd, geld is een bijproduct van iets goeds doen. Nee, maar ik vind, daarom kwam ik er wel in het begin op. Ik vind het wel belangrijk dat je hebt het wel nodig uiteindelijk. Dus het is wel fijn als het als bijproduct voldoende is voor je. Dat is heel belangrijke. En dat bedoel ik dus ook te zeggen met van, misschien zijn er wel mensen die kijken of luisteren van, die een gedeelte van hun persoonlijke ontwikkeling juist die heel erg aangepast hebben om de hypotheek te betalen. Of om, ja, weet je, en op een gegeven moment dan is het de ziel die roept. Hè? Die roept je om een bepaald pad op te gaan.
Ja, daar kun je niks tegen doen. Nee, eigenlijk zeg jij van de mensen gaan alsjeblieft op pad. Nou ja, op een gegeven moment is het, dat heb ik nu ook gedaan. Ja, oké, als ik dan de business readings doe, dan accepteer ik het dat het is. Ja. Weet je, als je maar je ziel maar een bepaalde richting uit blijft gaan. En het gevecht wat je niet kunt winnen is met jezelf, hè? Ja, mooi. Dat gaat de hele dag door. Ja. Nee, ik zit ineens te denken van... Wat er mooi in is als je hierover nadenkt. Hè? Dat zijn gewoon best wel grote vragen. Ja. Je hebt in je boek heb je... want het is natuurlijk ook wel eens dat mensen zeggen... Ja, hoe weet ik nou mijn zielenmissie? Je hebt in je boek een heel aantal vragen. Echt veel vragen. Ik heb ze trouwens nog genummerd volgens mij. En dan kom ik op meer dan 40 vragen. Oh, ja, die vraag achter. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon... wel goed om daarover na te denken. Maar heb je nog een tip voor mensen als ze zeggen van... ja, ik vind het een heel erg mooi verhaal. Ik zou mijn talent ook wel willen uitpakken. Ik weet nog wel waar ik van aanga... en waar ik heel blij van word. Maar ik ben er niet mee bezig. Wat is een tip om richting je zielenmissie te gaan? Nou, ik denk jezelf proberen te begrijpen. Mm-hmm. En dan ook accepteren dat het is zoals het is. Mm-hmm. Dus omdat je kunt er geen generale tip over geven, omdat iedereen anders zeg maar daar naartoe kijkt en het leven voor iedereen anders is. Maar we weten allemaal wel bepaalde gebieden in ons leven, denk ik, waarin we een stukje acceptatie zouden mogen hebben van zo is het zoals het is. Mm-hmm. En waar we ook onze sterkte van kunnen maken. Ik voorzie dus een wereld waarin we met z'n allen, of tenminste een hele grote groep, vanuit zijn missie gaat leven. En dat wil ik helpen om te ontwaken bij mensen. Want dan is iedereen... Dan gaat de wereld er totaal anders uitzien. Ja. En dat gaat niet van bovenaf opgelegd worden door de overheid of whatever. Nee, moet mensen zelf. Dat komt uit de mens, het ontwaken. En dat zie je ook wel de afgelopen tijd, dat steeds meer mensen denk ik ook energetisch gezien losgetrild zijn van alles wat er... van de systemen, laten we het zo maar zeggen. Mm-hmm. Dus een andere frequentie dan mooi. De zielenmissiefrequentie. Ja. Ja. We zitten nu in december. De podcast komt begin januari uit. Oh, okay, ja. Het mooie, 2023. Ja, dus het mooie vind ik altijd... Tenminste, dat kan je op elk moment in het jaar doen. Maar als je zo richting het einde van het jaar gaat... dan kijk je terug en dan zeg je van... nou, dit heb ik... je kijkt eens even achterom van hoe was het jaar... En je kijkt vooruit hè, van wat wil ik in 2023. Als je een stukje hiermee voor jezelf aan de gang kan gaan... denk ik dat iedereen daarmee blij van kan worden. Alleen dat geldt voor alle dingen die je graag zou willen doen in het nieuwe jaar of überhaupt. Dat is natuurlijk altijd best wel lastig om je aan te houden en te verwezenlijken. Heb jij nog tips om... Volgens mij heb ik dat ook in een van je blogs gezien dat jullie daarmee bezig waren. Hoe je nou... met doelen of dingen die je graag wil, hoe je die ook in je leven kan inbrengen of hoe je dat kan verwezenlijken. Dus ja, zeg maar goed, het kan ook iets heel simpels zijn. Hè? Dat hoeft niet je zielenmissie per se te zijn, maar in zijn algemeenheid een goed voornemen. Nou, kan je me daar iets over zeggen? Van? Ik ben er zelf helemaal van afgestapt. Oh, dat vind ik ook geinig. Dus ik was dan zo'n diehard die... 's ochtends allerlei routines en visualisaties en zo en technieken. Alleen, we leerden dat mensen overigens ook hoe ze dat konden doen. Dat is met wisselend succes. Soms dan kan het succesvol zijn, maar soms ook niet. Mm-hmm. Dus hoe ik dat nu zelf aanpak is... we hadden het er net al even over. Napoleon Hill noemt het hypnotic rhythm, dus afgestemd zijn. En ik ga dan gewoon 's ochtends even zitten. Wat mag ik vandaag doen? Het is voor mij niet meer zo groot als doelen. Het is heel anders geworden voor mij. Is het dan ook niet iets van een intentie? Wat mag ik vandaag doen? Ja, laat maar gebeuren wat moet gebeuren. Dat is meer... Nee, je laat het eigenlijk los. Nou, wat ik heel erg gemerkt heb is in die processen... want je kunt dus ook met routines en zo bezig zijn... maar veel komt vanuit wilskracht... En als je het vanuit wilskracht doet, is het natuurlijk prachtig om mee te starten. Maar waar raak je het dan kwijt? Nou, je raakt, want het is er wel een gegeven dat je het vaak weer kwijtraakt. Ja, maar waar raak je het dan kwijt? Dat is dus omdat het nog niet in je emotie zit, in de diepte. Dus als je afgestemd kunt zijn op jezelf, het ritme van jezelf. Moet je dan nog met doelen willen werken? Ik weet niet. Dat is mooi. Ik weet niet of dat
Want ergens is het ook, en Wayne Dyer zegt het zo, het komt ook vanuit het ego, hè? Doelen. Dus het is een soort trucje. Dat ga ik realiseren. Dat is mijn doel. Ja. Maar doe je dat dan nog samen met het universum? Of ga je dat dan allemaal zelf bedenken hoe dat je dat doet? Hij zei daarover, het ego staat voor etching God out. EGO, etching God out. Dus vind ik wel een hele mooie. In de zin van dat je dus, ja, als je het allemaal zelf wil bedenken. Ik ben erachter gekomen, als ik het ga bedenken, gaat het meestal gewoon finaal de mist in. Als ik het allemaal zelf wil bedenken. Nee, en nog heel... Als je het ja, openlaat of je laat het ontstaan. Ja. En je laat het universum, hoe je het kunt noemen, laat het met je mee regelen. Dat je de mensen tegenkomt, dat je de settings tegenkomt waarin... Ja. Dan bij mij zijn, als ik het zo kan zeggen, kan alleen uit het verleden. Dan bij mij zijn dan altijd de meest magische momenten ontstaan. Ja, en dat doet mij niet dan... Niet tot doelen stellen. Nee, grappig. En dat vind ik dan ook een hele mooie tip. Want dan moeten we gewoon helemaal geen doelen stellen. Dan gaan we... Dan is dit ook wel eens leuk om te proberen. Maar alleen de uitdaging dan... is dus om afgestemd te zijn. En dat is heel erg lastig. Ja. Dus als je een heel druk leven hebt. Kijk, ik ben erachter gekomen. Ik doe het gewoon niet goed op heel druk zijn. Maar de meeste mensen zijn in de maatschappij heel druk. Ja, ik ga er gewoon niet goed op. Ik heb heel veel ruimte voor mezelf nodig. Ik moet kunnen wandelen in het bos. Omdat ik natuurlijk met die energie bezig ben. Ik moet tijd hebben om af te stemmen. Om de gesprekken te doen. En daarna ook helemaal niks. Dus als je die route kiest. Dan moet je wel de ruimte hebben om de stilte te laten spreken. Dus dan moet je dat echt op gaan zoeken. Anders kan je daar niet mee. Dan ga je gewoon in de waan van de dag. Ja, dat is wel een hele mooie. En hoe je dat dan doet, dat is aan ieder zelf. De stilte opzoeken, ja, denk ik. Nee, maar bedoel, dat is het makkelijkste. Ja, je kan in de bos gaan wandelen. Je kan gaan zitten ergens in de stilte. Ook al woon je in een drukke stad. Ja, je gaat maar een klooster of whatever. Dat is ook wel, denk ik, van... Sta jezelf dat toe. Er zijn zoveel prikkels. Ja. De hele dag door. En eigenlijk hoeft dat ook niet iets heel groots te zijn. Nee, juist niet. Alles wat je klein en toegankelijk maakt... is veel makkelijker te realiseren dan hele hoge doelen. Nou, dat is hele mooie. We hoeven allemaal helemaal geen... Je kunt het wel doen. Ik heb het ook heel lang gedaan. Maar dan vind ik het juist leuk. Nee, maar dat is toch leuk om jouw ervaring daarover te horen. Kijk, voor iedereen werkt het anders. En misschien moet je juist wel met je wilskracht en je doelen en aan de gang. Maar dit is weer... En misschien heb je dat geprobeerd en lukt het niet. Wat je dus ook vaak ziet. Ik heb het ook geprobeerd, maar het werkt het ook wel. En soms niet. Maar ik denk dat als je heel rationeel en mentaal bent, zeg maar, in je benadering... dan gaat het fantastisch werk om doelen te stellen. Maar in de spirituele wereld... kijk, je kunt jezelf al sowieso afvragen... bestaat daar tijd? Ja. En dan moet je een doel gaan stellen wat smart is... wat tijdgebonden. En maar er bestaat in het universum. Is daar tijd? Ja, dat wordt, krijg een hele andere... Ja, echt een hele andere lading. Ja. Maar wel interessant. Ja. Ja, leuk. Heel leuk. Smart. Ja. Tijdgebonden, ja. Ja, dat is als ik een doel stelde, was het altijd niet tijdgebonden... maar dan zei ik gewoon nu. Ja. Maar dan liep je weg en dan ging je iets doen. Nou, bijvoorbeeld, ik verdien nu of ik heb nu of zoiets. Ja, het lijkt een beetje op manifesteren dat het al is. Ja. Ja, en dan ga je dat visualiseren en dan ga je daarmee aan de slag. Ja, en dan kom je het ook tegen. Van, ja. Als het bij je pad past. Ja. Maar kijk, soms, dat is ook mijn doelen stellen. Soms wil je iets, hè, maar krijg je wat je nodig hebt. Dus soms denken van, nou, dat is wat ik nodig heb. Maar dat is het vaak niet, dat is wat je wilt. Maar je krijgt de ervaring die je nodig hebt. En dat is eigenlijk volgens mij het speelveld waarin het zich afspeelt. Ja, zo mooi. Ja. Je krijgt niet wat je wilt, maar wat je nodig hebt. Ja. Dus is het doel dan wat je wilt of is het doel wat je nodig hebt? Wat je nodig hebt. Ja, dat zou het kunnen zijn dan. Maar dat is lastig, omdat je soms ook niet weet wat je nodig hebt. Nee, vaak is dat ook verrassend. Nou ja, en niemand gaat... Soms zijn het is ook niet altijd leuk. Nee, maar dat. Maar soms zijn natuurlijk de mensen willen helemaal geen... we willen niet altijd de negatieve ervaring hebben. Maar dat zijn vaak wel de ervaringen die ons het meeste helpen. Niemand gaat natuurlijk een doel stellen. En de komende 2 jaar wil ik even in een diep dal zitten. Dat gaat niet gebeuren. Dus ja, daar zit ook wel een spanningsveld op. Ja. Maar we hebben dat wel nodig om als persoon volwassen te worden in onze ziel. Mm. Misschien is het wel als je het heel klein maakt. Van de dag krijgen in plaats van door de dag gaan. Als je het heel klein maakt. Dat is mooi. Ja. En afgestemd zijn over wat je krijgt op die dag. Ja. Mooi. En dan weer geven
In een doorgeven, ja. Ja, een doorgeven luik. Mooi. Leuk. Ik zit nog aan een laatste dingetje te denken. Van, ja. Ik vraag alle gasten altijd om een tegeltje. Je had een hele mooie. Van zelf gemaakt. Kiezen voor wie je wordt in plaats van wat je krijgt. Ja. Ligt een beetje in het verlengde hiervan. Ik appte jou dat, hè? Ja. Wat dacht je toen ik het appte? Dat heel erg te maken heeft met die zielmissie. Ja. Omdat ik ook zelf denk dat je steeds meer in je leven, naarmate je ook ouder wordt, ook wordt wie je bent. Ja. Als je dat ook gewoon wil. En ik denk dat je ook het moet toelaten. We hadden het net over die labels. Ik denk dat je ook een hele tijd misschien juist achter labels aangaat. Ja. Bewust of onbewust. En ja, wat je krijgt. We hebben het net ook over doelen. Dat vind ik eigenlijk wel geinig. Dat is dan ook weer, dan wil je iets bepaalds halen. Dus wat je krijgt. Maar het hele proces. En wat je als mens daar. Je zegt ook het woord kiezen. Je hebt wel een stukje in de hand van welke weg je gaat. Ja. En maar dat is mijn interpretatie, dus ik ben benieuwd naar jouw versie. Kiezen voor wie je wordt in plaats van wat je krijgt. Als ik heb ook wel eens jonge mensen die dan vastgelopen zijn in hun beroepskeuze bijvoorbeeld. En dan hebben ze via gehoord van kom een keer, gaan we een keer koffie of thee drinken, weet je wel zo. Ik help die mensen ook heel graag, omdat in het maatschappelijke stuk worden ze uitgenodigd om te denken vanuit wat krijg ik dan? Wat voor salaris krijg ik dan? Wat voor functieomschrijving krijg ik dan? Maar ik probeer ze dan altijd weer terug te krijgen van wie word jij als persoon door daar te gaan werken? Wat veel belangrijker is. Weet je, en als je dat dus zo kunt doen, misschien wil je dan wel gratis voor iemand werken die een mooi bedrijf heeft waar je van gaat leren. Mm-hmm. In die 10 jaar seminars hebben mensen ons gevraagd om geld te lenen of om voor ons te komen werken. Maar ze hebben bijna nooit gevraagd, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Wat mij altijd tot nadenken heeft gestemd, omdat de mensen die het wel gevraagd hebben, legde ik het uit. Ja. Weet je, en dat is, als je erover nadenkt, is, we zijn zo geconditioneerd om te krijgen. Ja. Maar wat is het dan dat je brengt in een bepaalde situatie? Nemen. Dat is het niet. Nee. Voor mij althans. Nee, dat is mooi, ja. Dat is ook, en van die mensen die dan ook kiezen om hun karakter te ontwikkelen en beter te worden in wat ze interessant vinden, die zie je dan vaak ook erbovenuit steken. Omdat ze dat, ja, zijn gewoon anders. Ja, en vaak komt het dan de rest ook wel goed. Juist. Kan, ja. Maar waarom? Kijk, waarom worden zij dan op een klus gezet bijvoorbeeld? En niet iemand anders? Omdat ze anders denken. Ze zijn anders, ze denken anders, ze hebben andere karakter, ze doen het met andere motivatieredenen. En als je daar echt over nadenkt, dan word je dan in één keer heel waardevol als persoon. Dus ook als je dan naar de arbeidsmarkt toe gaat en je zou een baan willen hebben, dan wordt het veel makkelijker om te krijgen wat je wilt. Mm-hmm. Omdat je dan waardevoller geworden bent. Ja. Dus je krijgt nooit betaald per uur, je krijgt betaald voor de waarde die je levert. Ja, dat is ook een goeie. Nee, maar dat is ook zo. Ja, is ook zo. Ja. Dus mensen die hebben dan, ja, moeten 50 cent per uur, weet ik veel, hoeveel meer bij het minimumloon. Maar dat is natuurlijk, ja, dat kan. Dat zou mensen ook echt wel helpen. Alleen, hoe kunnen we dan die waarde van die mensen vergroten? In het arbeidsproces. Hè? Mm-hmm. Ze kunnen een hele andere kwaliteit hebben dan in het werk heel goed zijn. Maar nou, het is wel mooi om je bewust te zijn van kiezen voor wie je wordt. Ja, en ik geloof er dus in dat als je jezelf bent, dat je dan het meest waardevolle kunt zijn in alle situaties. Ja, je bent ook niet je werk of je bent niet een vader of een moeder of een weet ik veel wat. Nou, je hebt al die labels. Ja. Alleen als je kijkt naar het werkstuk, dan gaat het erover wie word je als persoon door wat je doet en wat je leert. Dat neem je allemaal mee. Ja. Leuk. Ja, heel leuk. En, het gaat altijd om menselijk contact. Ja, maar ook zeker in je werk. Want het is niet een diploma het. Die komt werken. Nee, dat is alleen maar. Ik denk dat het alleen maar heel mooi is als de unieke eigenschappen van iedereen ook een plek vinden in het werk. Ik denk dat ook voor. Ik soms dan. En nu heb ik natuurlijk ook mensen in het MKB met personeel. En dan zijn ze allemaal bezig met die functieomschrijvingen en die persoonlijk ontwikkelplannen en al die dingen. Maar nu, een van de dingen. Ik ben dat ook aan het ontdekken bij de business readings, wat er allemaal mogelijk is.
Maar nu komen ze dus tegenwoordig met die popplannen voor de medewerkers. Dan gaan we ze gewoon energetisch gezien ook doornemen. Zit iemand op zijn plek, ja of nee? Dus dat ik denk als je echt goede medewerkers wilt hebben, vraag ze eens gewoon van, wat is jouw missie in het leven? Is deze baan jouw missie? Mm-hmm. Of waarom kom je dit hier doen? Of is het voor jou alleen een baan, omdat het een baan is? Dat mag ook, hè? Maar de vraag is of je dan echt als onderneming ook competitief kunt zijn, ook richting de tijden die komen. Ik denk dat we naar een wereld gaan waarin bedrijven vanuit betekenis gaan werken. Mm-hmm. En het product krijg je erbij. Dat zou mooi zijn. Mooi. Nou, maar dat zie je al wel gebeuren. Ja. En de bedrijven die dat nu kunnen gaan doen, die komen in de Blue Ocean terecht. Leuk. Maar dat is dus ook voor de eigenaar, is dat dus erop vertrouwen dat je daaruit, dat je echte waarde is. En ook je voorsprong. Ja, en het kan heel vernieuwend zijn als je dat Als je het op de juiste manier doet en erover gaat voelen. Ja. Mooi. Hey Bas, als we naar de toekomst kijken, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Mijn plannen voor de komende tijd, zoveel mogelijk ondernemers ondersteunen via de business readings. Ja. Een derde boek schrijven, maar dat is nog een beetje. Dus je gaat misschien weer toch weer naar het klooster. Ik weet nog niet of ik het daar ga schrijven, maar het in ieder geval het gaat over. Een van de dingen is, nu werk ik. Ik ben dus zeg maar uit de kast gekomen met die business readings en hoe dat allemaal gaat. Ja. Maar ik merk dat er nog heel veel schaamte op zit binnen het bedrijfsleven. Dus ik wil een boek gaan schrijven wat ondernemers in het en het daglicht gaat stellen die op dezelfde manier ondernemen zoals ik. Namelijk vanuit hun gevoel. Mm-hmm. En die dus ook met de andere wereld geconnecteerd zijn. Dus ja, dat plan is zich nu aan het vormen om daar ondernemers te gaan zoeken. Ja. En ze zijn er hoor. Alleen ze zeggen soms ook, ja Bas, zeg dat maar niet tegen die of die. Er zit nog een schaamte op of zo. Is het niet stoer genoeg? Of wat het is niet stoer. Het is nog niet geaccepteerd. Nee, maar in de toekomst maar wel. Maar wel leuk dat je het. Dat je in ieder geval. Dat is de evolutie van de mens, denk ik ook, waar we nu in zitten. Gaat. Ja. Als mensen meer van je willen weten. Ja. Of contact met jou willen leggen, waar kunnen ze je vinden? Ze kunnen me vinden op LinkedIn. Gewoon Bas van Vught intypen. Met een GT. Ja, zonder haar. En of ze kijken even op basvanvught.nl, de website. Ja, want je zei net, die wordt ook vernieuwd van de week. Als deze uitkomst is, dan heb je een nieuwe website. Leuk. Is die vernieuwd. Ja, leuk. Ja, ja. En je hebt heel veel mooie blogs geschreven. Blogs. En ik vergeet bijna te vragen, je hebt een podcast elke week. Nou, die is er niet meer. Nee, okay, maar dat heb je wel een hele tijd gedaan. We hebben een hele lange tijd ook zelf een podcast elke week gedaan. Maar nu ben ik meer te gast. En dat ik het ook leuk vind om met andere mensen zelf nu te connecten. Leuk. Dus Nou, heel hartelijk bedankt voor jouw mooie verhaal. Dankjewel. Heel veel succes. Ik ben erg benieuwd naar het derde boek. Ik zou het zeker schrijven. Ik zal er eentje in de bus stoppen beginnen. Leuk. Ja. En we komen elkaar vast nog wel eens tegen hier in de buurt. Ja, dankjewel. Sowieso. Dankjewel. En tot ziens. Beste Bas, fijn dat je te gast was in mijn podcast. En bedankt voor het delen van jouw verhaal. En beste luisteraar, fijn dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je meer weten over het bedrijf van Bas? Ga dan naar hooggevoeligondernemen.nl. En wil je meer weten over zijn nieuwe richting en de business readings? Ga dan naar zijn website basvanvught.nl. Heel graag tot de volgende podcast over 2 weken. En heb een hele goede dag. Tot ziens!